Curaçao. Een prachtig eiland waarop het volop genieten is. Je kunt het een beetje vergelijken met een dag als vandaag in onze eigen regio. Heel veel zon, goede temperatuur en lekker vertoeven. De afgelopen 3 weken heeft u hier bij de WOS kunnen kijken naar een verslag van de Amstel Curaçao Race van vorig jaar. En daarin volgde ik natuurlijk hoofdorganisator Leo van Vliet bij alle voorbereidingen. Heb ik gebatteld tegen Olympische medaillewinnaars. Heb ik mensen opgezocht uit deze regio die naar Curaçao zijn toeverhuisd of daar zijn gaan werken. En omdat ik dus al die battles verloor, heb ik ook prachtige plaatsen op het eiland mogen opzoeken. Kortom, ik heb heel veel gezien en gedaan in de aanloop naar die Amstel Curaçao Race toe. Maar dat was wat u zag. Er is namelijk nog heel veel meer. Bijvoorbeeld bijzondere gesprekken, extra beelden, hilarische momenten. Nou, dat komt allemaal voorbij in deze bonusaflevering. En ik heb een gesprek met hoofdorganisator Leo van Vliet. Ik ga met hem kijken naar de vorige editie en we blikken vooruit naar aankomend jaar. In november gaat het namelijk weer gebeuren. Maar het begon natuurlijk met een lange reis naar Curaçao vanaf Schiphol. Als je dan ergens te gast bent op een eiland, dan is het wel leuk om de mensen wat beter te leren kennen. Dus ik heb de stoute schoenen aangetrokken en ik ben eens gaan kijken hoe het zit met de gastvrijheid op Curaçao. Het is inmiddels 6 uur geweest en dat betekent in Nederland meestal dat de pannen met aardappels op tafel gaan. In Curaçao weet ik eigenlijk nog niet echt hoe dat er nou aan toe gaat. Dus ik wil wel eens meer over de straat hier weten en de omgeving. Goedenavond. Hallo. Wij zijn een beetje op zoek naar de gastvrijheid van Curaçao. Ja. Is Curaçao een beetje gastvrij? Ja. Ja, echt? Je ziet het al. Ja. Zeg het al, gedag. U was televisie aan het kijken bij de buren? Ik was televisie, zo gastvrij zijn wij. Maar moet er nog gegeten worden in Curaçao, want het is net 6 uur geweest? Of is dat al gebeurd? Nee, op Curaçao eten wij niet warm maaltijd om 6 uur. Dat doen wij 's middags. Heeft u iets te eten of een biertje thuis staan? Of ik iets te eten heb, een biertje? Ja, of een biertje? Ja, zeker. Zouden we met u mee kunnen? Ik zit op mensen te wachten, dus ik kan nu helaas niet gaan, maar dat kunnen we later misschien wel doen. Als we gewoon maar een biertje kunnen drinken, dan vind ik het al lang goed. Probeer het even bij de buren. Goed. Gaan we dat proberen. Bedankt. Nou, ik ben er dus inmiddels achter dat eten er na 6 bij de Curaçaoanen er niet meer in zit. Maar misschien zit er wel een biertje in. Daar tegenover zitten ze volgens mij een kaartspelletje te doen. Ik ga het even vragen, misschien kunnen we bij hun wel een biertje drinken. Even kijken of we kunnen oversteken. Ja. Goedenavond, heren. Wij waren eigenlijk op zoek naar een soort van plaats waar we even een hapje kunnen eten. Want ik heb nog wel een rammelende maag. Maar volgens mij na 6 wordt hier niet meer gegeten. Oh, waar eet? Natuurlijk. Ja, en maar heeft u al gegeten? Natuurlijk. U heeft al gegeten? Ja, nu wel heb ik al gegeten. Ja. En zouden wij bijvoorbeeld wel even met u een biertje kunnen doen? Want dat gaat er ook wel in. Biertje? Heeft u een biertje staan? Ik drink niet. U drinkt niet? Nee. En wat zijn jullie hier aan het doen? Wat gebeurt er hier? Domino spelen. En is dat iedere avond? Is dat iedere avond spelen we hier domino, ja. Hebben jullie er dan wel tijd voor? Ja, natuurlijk toch. Iedereen gaat werken 's morgens en 's avonds komen ze domino spelen. Dat dan ongeveer half zo, dan gaan ze naar huis snurken en werken maken. Ik sta misschien wel op een van de allerbekendste plekken van Curaçao. Ik sta namelijk in Willemstad bij die bekende gekleurde huisjes. Die zitten hier allemaal achter mij. Die zijn leuk verlicht 's avonds. En het grappige is, je zou denken, bij die gekleurde huisjes hoort natuurlijk die bekende brug van Curaçao, van Willemstad. En dat is die brug die daar aan de overkant ligt. Die ligt dus zeg maar parallel aan de kade. En wat hebben ze gedaan? Omdat er daar in de verte dus een hele grote mammoetanker aankomt. Die door 2 loodsboten eigenlijk naar binnen wordt geloodst. Omdat de haven vrij smal is. En daarom moeten de meesten soms gewoon met een veerpont naar de overkant. Dat gaan wij dus ook doen. En dan gaan wij nog steeds op zoek naar een lekker drankje. Maar wie aan Curaçao denkt, die denkt natuurlijk aan Willemstad en die bekende Pontjesbrug. En deze brug die gaat zo dicht. En dan kunnen we aan de overkant alsnog een lekker drankje doen. Meneer, goedenavond. Wat heeft u eigenlijk een verantwoordelijke baan door deze brug te besturen? Wat moet ik hebben? U heeft een verantwoordelijke baan. U bestuurt eigenlijk het boegbeeld van Curaçao. Ja, natuurlijk. Hoe voelt dat? Lekker.
Wat komt er nou bij kijken? Want ik zie hier een stuur. Een lak. Het is een lak, het is geen stuur. We werken met twee motoren. En die motoren duwen die brug helemaal open en dicht. Dus niks anders. Nou, de taak is volbracht. De mensen lopen inmiddels weer over de brug. En dat betekent dat wij nog maar één ding te doen hebben. En dat is een lekker drankje drinken bij de man die de verantwoordelijkste baan van Curaçao heeft. En de brug der bruggen bestuurt. Ik zeg, ik ben er klaar voor. Ik heb wel trek in een lekker drankje. Ja, dat is goed voor mij. Lekker, dank u wel. Proost. Hoe zeggen we dat op Curaçao? Moet je even over nadenken. Bombini? Bombini. Ja, als je gaat proosten. Ja? Nee, dan zeg ik gewoon proost. Proost. Ja. Door de verloren battle van Dorian van Rijsselbergen moest ik op zoek naar Fort Amsterdam. Ik moest daar een vlag gaan planten. En dat is dan het regeringscentrum van Curaçao. Dus zou je denken dat iedereen weet waar dat ligt. Maar dat viel eigenlijk best tegen. Dames, vraag je Fort Amsterdam. Weten jullie waar dat is? Fort Amsterdam? Jij weet het wel. Fort Amsterdam. Even vraag je Fort Amsterdam. Weet jij waar dat is? Echt niet? Ja, je doet mij alsof je bent verlegen. Fort Amsterdam. Fort Amsterdam. Waar is Fort Amsterdam? Fort Amsterdam, die ligt achter mij. Hè? Daar woont de gouverneur. Kijk. En plus die LBD'ers, dat zijn landbouwveiligheidsdienst, die wonen daarin. We hebben ook een Fort Amsterdam, maar dat is die café daar aan de overkant, ja. Over die brug. Nou, we moeten denk ik die hebben, dus die gaan we zoeken. Dank u wel. Oké. Okay. Maar zou u misschien, want wij komen uit het Westland. En dat is een streek, een regio in Nederland. En daar zeggen ze allemaal, dat is ongeveer bij Den Haag en Hoek van Holland. Ja, bij Mariehoeven daar in de buurt. Er zit een kenner. Ja, mijn zoon is politie, gaan daar hoor. Echt waar? Ja, Mariehoeven, gaan naar Den Haag. Nou zou ik het leuk vinden als u nog even het vlaggetje vastneemt en even zegt, mol, alles best. Nou, Westlandse kan bijna niet. Dank u wel, meneer. Oké, tot die dienst. Ja. Graag gedaan. Oké, we gaan daar naartoe. Eindelijk hebben we het gevonden. Ik dacht dat die Curaçaoanen mij niet echt zouden helpen. Sommige mensen zijn een beetje gehaast of zeggen van ja, ik heb geen tijd. En dat is toch wel opvallend in een land waarin het lijkt alsof ze alles heel rustig aandoen. En zeggen dat ze heel veel tijd hebben. Goed, we gaan daar naartoe. Niet alleen Leo van Vliet is bezig met voorbereidingen, ook de wielrenners. En je zou denken, het is alleen maar gezelligheid, een beetje lol. Maar ook zij moeten zich voorbereiden. En wat is er dan leuker om even naar de fiets van je concurrenten te gaan kijken? Guys, what are you doing? What? This is the bicycle of Nicky Terpstra. Yes. Ze spreken allemaal niet Engels. Ze spreken alleen maar Spaans. En ik spreek niet Spaans. Only Spanish, hè? Only. Are you going to sit on the bicycle tomorrow? Nee. Ja. Heerlijk, zulke gesprekken. Ze zijn de fiets van Nicky Terpstra aan het bekijken. Ik wil even weten waarom ze dat nou bekijken of ze iets aan het saboteren zijn. Quiero saber malo o algo así, para que... Ah, hij is blauw. Wat zeggen ze? Wat zeggen ze? Nee, zeggen ze. ¿Y por qué están tan interesados en este? Porque es una bicicleta que no había visto. El modelo este. Ah, oké. Ze hebben dit model nog nooit gezien. Oh, kijk. ¿Qué es diferente que...? No, porque en Argentina no está este modelo. En la Argentina. Ah, oké. Okay. Entonces tú lo has visto, pero bueno. Sí. Ah, oké. Okay. Hij komt uit Argentinië en daar is dat model niet. Daar is dat model niet. Dus zij kennen het wel. Maar... En is het goed? Is het goed? Nee, dat is niet de Tesla. Niet om te saboteren. Niet om te saboteren. Nou, we zijn gerustgesteld. Dit is de beste wielrenner van het jaar. Joachim Rodriguez. Winnaar van de Ronde van Lombardije. Drie etappes in de Ronde van Spanje. Twee dos in de Giro. Tweede in de Giro en derde in de... Hij is niet zo... Bekend bij mensen, maar het is wel top. Een grote jongen. Ja, een grote jongen. Buen año. Buen vakant. Sí, perfecto. Ja, ik spreek helemaal geen Spaans, maar hij spreekt geen Engels, maar we komen er altijd uit. Muy bueno, hè? Sí. Es parlare italiano. Sí. Parle français, no? No, un peu. Zie je, ik spreek weer Frans. Ik spreek wel Frans, maar hij spreekt weer geen Frans. Italiano, Spanjool. Catalan. Voor wielrenners is het een traditie dat je het wielerseizoen afsluit op Curaçao, tijdens die Amstel Curaçao race. Maar Leo gaf vorig jaar een speciaal tintje aan die race door Olympische medaillewinnaars naar het eiland toe te halen.
Maar niet iedereen bleek in staat om mee te doen aan die race. Tjerandi, ga je de fiets op? Morgen? Nog een dagje? Nee, morgen niet. Volgende keer ga ik het wel doen. Ik moet eerst trainen, ik hou niet van verliezen. Dus ik moet hard trainen en goed komen voor deze jongens. Want ze fietsen de hele dag. Je gaat trainen om de volgende keer mee te kunnen doen? Een jaartje, ik weet niet of volgende keer. Want ik weet niet of ik mag fietsen van coach. Dus ik moet heel voorzichtig gaan. Jij komt toch ook van dit eiland, Tjerandi? Ja, ik kom toch van Curaçao, maar nu ben ik op vakantie. Vakantie al vol. Hij wil volgend jaar, wil hij ook op de fiets stappen? Ja, volgend jaar. Oh nee, ik weet niet, maar volgend jaar. Alleen als je wint? Ja, ik moet winnen. Anders word je niet blij? Nee, anders word ik niet blij. We maken de race een beetje korter ook dan. Ja. Leo, het is toch geweldig dat hij ook nog even langskomt. Heb jij dat nou als klein jongetje ook meegemaakt allemaal, die Amstel Curaçao race? Ja, ik heb altijd gekeken. Want al die grote jongens van Tour de France komen en ik kijk altijd naar Tour de France. En ze zijn hier thuis in Curaçao. Dus het was altijd heel mooi om te kijken. En nu ben ik dicht bij de jongens. Het is gaaf, man. En dan was het Paradise FM op de achtergrond, dan kon je alles natuurlijk volgen. Of, ja, en alles, ja. En nu, dicht bij die fietsen, we hebben een gave fietsen. Ja. Nu is het al fiber en die dingen naast voor het wind en alles. Het gaat allemaal mooi. Steeds sneller. Ja, steeds sneller. Ik moet een sneller krijgen. Bijna met motortje. Dat mag niet, hè? Dan word je gedisqualificeerd. Jongens, Tjerandi Martina, over een jaartje zit hij ook op de fiets. Kittel en de Slekkies en Rodriguez, iedereen gaat hier voorbij. Ja joh, we gaan vragen, hey, waar komt dit vandaan? Gewoon Curaçao man. Ja joh. Om een goede Amstel Curaçao race te kunnen rijden, moet je vooral ook wennen aan de omstandigheden op het eiland. De vochtigheid, de warmte, de drukte, allemaal elementen waar je rekening mee moet houden. En daarom hadden ze vorig jaar het Jan Tiel criterium. Zo kon je alvast een beetje sfeer proeven en kijken hoe het zat met de concurrentie. Als je dat zo weer ziet, Leo. Ja, dan word je weer enthousiast in. Dan heb je er weer zin in. En dan heb ik weer zin om terug te gaan. Het was vorig jaar ook echt ontzettend bijzonder. Want ja, de grootste Olympische medaillewinnaars, daar kon je gewoon mee fietsen. En dan ook nog eens de grote renners. Ja. Dat maakt het wel uniek, hè? Ja, achteraf gezien hebben we natuurlijk hele toprenners gehad. Hè. Als je Chris Froome wint de Tour de France, was er vorig jaar bij. Rodriguez, derde in de Tour. En Kittel 4 ritten gewonnen, dus we hadden wel een goed vooruitzicht. En ja, met die Olympiërs, dat heeft toch wel een extra cachet aan het evenement gegeven voor je. Ja. Ik merk wel dat je daar ook echt naar op zoek gaat. Dat je iedere Amstel Curaçao race een speciaal tintje wil geven. Nou ja, weet je, het is als je het 6, 7, 8 keer doet. Je moet op een gegeven moment wel nieuwe dingen verzinnen. En vorig jaar, doordat ik op de Olympische Spelen was als bondscoach, ja, dacht ik, hé, dat lijkt me een goed plan. En, nou, dan ga je dit jaar denken van, ja, hoe kan je dat doorzetten? Ja, er is geen Olympische Spelen of een WK, dat is niet iets speciaals. En toen bleek er, ja, 100 jaar Tour de France. En toen zeiden we, joh, we moeten eigenlijk Joop Zoetemelk en Jan Janssens bij elkaar brengen daar. Nou, die komen ook. Hino komt. En Bernard Hino komt. Pieter Wening komt, Koen de Kort en Wout Poels. En we zijn nog met Indurain bezig en met Greg LeMond, maar dat is nog niet zeker, omdat dat gaat natuurlijk allemaal... En heb je nou op dit moment nog veel wat je moet voorbereiden? Nou ja, we zijn druk bezig met de renners te contracteren. En we zijn met de Colombiaanse nieuwe held bezig. Quintana. Ja. En dat zou natuurlijk ook wel leuk zijn, want dat is toch wel apart. Ja. Iedereen ziet hem op televisie en het is ik denk dat het ook wel bijzonder is als we die daar krijgen. Dus... En het is maar vooral ook bijzonder omdat, want sorry dat ik jou even onderbreek, maar... Dat je gewoon als hier naar zit te kijken en je denkt van, tjoh jongen, daar wil ik wel bij zijn. Dat je dus ook je eigen fietsje eventueel mee zou kunnen nemen. En met die gasten rijden. En dat is eigenlijk de crux van het hele evenement. Ja. En dat is toch wel bijzonder. In welke sport kan dat zo? De Amstel Curaçao Race, wat kunnen we ervan verwachten komend jaar? Ja, ik denk dat het weer een spektakel wordt. Net zoals de eerste 11 uitgaves.
En ja, we gaan weer feesten en fietsen. En dat is een mooie combinatie. En de afgelopen jaren zijn er veel Westlanders geweest. En ik heb op de lijsten al gezien dat er alweer aardig wat mensen komen uit het Westland. Kom erbij en beleef het, want de beelden zijn mooi, maar in het echt is het nog veel mooier. In het echt is het nog veel mooier. We hebben er heel veel zin in en u kunt het zelf natuurlijk ook meemaken, die Amstel Curaçao Race. Het feest, het spektakel, het prachtige eiland en dan het moment suprême, racen met de grootte der aarde. Je kan het allemaal meemaken. Ga dan even naar dit adres, www.amstelcuraçaorace.com, en dan kan je kijken hoe jij zelf dus mee kan doen aan dat hele spektakel. Nou Leo, om het nog even goed af te sluiten, waar zullen we op proosten? Op een mooie en een succesvolle 12e Amstel Curaçao Race. Daar doe ik het voor. Oké. Proost. Proost.